Jesse Schuurman, 2 in winst op Huizen. Uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat de nasmaak toch wat bitterder is dan dat ik het zo vertel. Ja, maar dat komt vooral ook door het laatste half uur. Daar heb je gewoon een. Ja. Je bent blij dat je wint, maar heb je nog best een klote gevoel aan overgehaald. Omdat ja, dat ging nergens over wat we aan het doen waren. Geen idee. Ik heb geen verklaring voor. Het laatste half uur was gewoon matig. En dan help je ze bijna ook nog aan 2-2. En dat zou doodzonde zijn. Dat mag ons niet gebeuren. Nou, ik kan me ook voorstellen dat Jamie Schaap ziedend was toen hij 2-1 erin viel. Dus de keeper wil natuurlijk altijd de nul houden. Maar dan ook nog eens een keer op zo'n manier. Ja, snap ik. Maar dat hebben we gewoon aan onszelf te danken. We riepen het over onszelf af. En natuurlijk is Jamie boos en terecht. Mag ons niet gebeuren. En het gebeurt toch. En ja, nou kom je ermee weg. Maar in het vervolg moet je of op voorhand meer goals maken. Of gewoon zorgen dat je op dezelfde manier doorgaat als denk de eerste 60 minuten waarin je veel de bal hebt en niet heel veel kansen volgens mij weggeeft. Ja, en dan maak je zelf nog geen 3-4-0, maar ja, we zakten wat in, zag uitgedrukt. Ja, aan de andere kant, je noemde het zelf al, die eerste 60 minuten die waren, nou, ondanks dat je tegen een geel-groen blok aanloopt van 6 man op lijn, waren qua voetbal best oké, waren wel de bovenliggende partij bij de Vogels. Je weet dat je in dit soort wedstrijden, en zullen de komende wedstrijden misschien ook gaan gebeuren, dat je veel de bal hebt. Ik vind dat we nog wel in die zin te weinig kans creëren. Is ook al lastig in de kleine ruimtes, maar echt wat meer 100% kansen. Dat ligt misschien aan de verkeerde keuze of de bal is niet goed. Ik denk dat we daar nog wel wat stappen in kunnen zetten. Maar ja, wat je zelf zegt, eerst 6 minuten, we komen op een 2-0. Je hebt het gevoel, er is niks aan de hand. Ja, toen kwam het laatste half uur wat minder was. Ja, want als ik kijk naar de eerste 60 minuten, dan viel me heel erg op. Huishouden natuurlijk heel smal. En dat geeft jullie ook de gelegenheid om heel snel kort op die bal te gaan zitten. Zodat zij al op het middenveld eigenlijk gestoord worden om die bal af te pakken. En daar jij volgens mij ook een belangrijke rol in. Ja, je weet dat dit soort teams, laat maar zeggen, ook wel meer op de counter gaan spelen. Je moet gewoon, als je hem verliest, moet je hem zo snel mogelijk weer vastzetten. Dan hebben zij niet de tijd om eruit te komen. Zij staan nog gewoon niet goed. En dan kan je zelf weer bouwen aan een aanval. En ik denk dat we dat de eerste 60 minuten. De eerste helft kwamen ze wel een paar counters kwamen ze eruit. Maar ik denk dat we dat wel aardig hebben gedaan. Want het komt er niet aan om elke bal eruit te halen. Maar ja, je weet tegen dit soort teams dat gewoon heel belangrijk is om dan zelf weer aan de bal te komen. Gregory Kuijs, 2-1 winst tegen Huizen, maar daar is misschien wel alles mee gezegd. Ja, nou ja, 2-1, we hadden natuurlijk eerder op slot moeten gooien. Maar uiteindelijk, we hebben dit 3 punten. En dat is het allerbelangrijkste. Wat is jouw analyse van de wedstrijd? Sorry? Wat is jouw analyse van de wedstrijd? Nou, ik denk dat zij het best goed doen in de zin dat ze het heel klein maken. Het is moeilijk er doorheen komen. Die 1-0 laat ook lang op zich wachten. Nou, uiteindelijk denk ik dat we toch goed spelen. Alleen eigenlijk meer in de eindfase moeten zorgen dat we net wat zakelijker zijn. Misschien eerder tot een schot komen. Iets doelgerichter. Dat zijn de puntjes op de i. En ik denk dat we in ieder geval moeten zorgen dat we die wedstrijd eerder op slot gooien. Want ja, dat je zo in de blessuretijd dat het nog spannend wordt. Dat zijn van die wedstrijden die dan net nog alle kanten op kunnen vallen. En het is aan ons om dat op slot te gooien. Ja, en wederom een goal van Gregory Kuijs. Want ik kan me volgens mij herinneren de uitwedstrijd tegen dag DVS 33. Van de Gene Muiden was het, ja, een enorme poeier. En nu eigenlijk veel meer vanuit de rustende controle. Je had de hoek voor het uitkiezen. Hoe ging die wat jou betreft? Ik had natuurlijk heel veel tijd. Kijk, dat moment daarvoor moest ik hem echt afleggen op Jim. Ik zag hem niet en daarna schoot ik en dan zag ik hem wel. Dacht ik, oh jongen toch. Dus nu had ik zoveel tijd. Keek ik nog extra een keer naar links. Van staat er iemand? Maar ja, ik kijk waar ik stond. Dus ik schoot hem erin en hartstikke leuk. En hij geeft dan wel aan mij. Dus hij krijgt wel een drankje van me zometeen. Raymond Bronckhorst 2-1 winnen van Huizen. Maar ik kan me voorstellen dat je zo na die tweede helft toch wat bittere nasmaak hebt. Ja, ik denk dat we de laatste 20 minuten doen we het niet goed. En dan maak je jezelf onnodig moeilijk. Maar ik vind sowieso wel dat we vandaag in de eindfase, als we daar beter waren vandaag, dan win je gewoon 4-5-0. We komen een aantal keren door over de zijkanten, waarin we naar de voorzet of veel te hard is of gewoon niet zuiver is, waardoor je geen kans creëert. Terwijl dat echt wel mogelijk was en dat was heel erg zonde vandaag, denk ik. Ja, want de eerste helft trekken zij vanuit huisperspectief natuurlijk een enorm blok op. Ze staan eigenlijk al 6 man op lijn. Dan is het toch inderdaad, we hadden het van tevoren over de kunst om daar doorheen te proberen te voetballen. Ja, en ik denk dat we de eerste helft eigenlijk te veel aan het breien zijn.
We zijn een aantal keer komen in de 16 aan de bal. En dan gaan we nog een keertje breed leggen, nog een keertje breed leggen. Terwijl ik denk, schiet die bal gewoon eens op de goal. We hebben een spits die daar echt wel op loert. Dat die, op het moment dat die bal terugkomt van de keeper, dan is hij er zeker bij. Zo'n spits is hij in Beers nou eenmaal. Maar dan moet je hem ook wel de kans geven om erbij te zitten. En als we niet schieten, dan ga je niet scoren. En ik denk dat we dat wel hebben nagelaten in de eerste helft. Ja, want hij liet zich natuurlijk continu uitzakken uit de spitspositie om in de combinatie te kunnen helpen. En dan vervolgens om zelf die aanval weer in te trekken. Maar ja, het zat er op een of andere manier niet in, hè? Nee, ik denk dat het op zich, het positiespel was best wel op orde, denk ik, de eerste helft. Veel bal over de grond. Waarna we de wisselpas speelden vaak naar de rechterkant van ons. Ja, en dan moeten we nog sneller die ballen, denk ik, erin gooien. Waardoor je eigenlijk die bal gooit tussen de keeper en hun laatste lijn. Ja. Waar onze spits in kan lopen. Dus de vroege voorzet, zoals wij dat noemen. Ja, ik denk dat we daar wat meer op hadden moeten spelen. Op een gegeven moment wel aangegeven aan Devron aan onze kant natuurlijk. Want de andere kant kan je niet bereiken. Sneller erin gooien. Ja, dat zie je dan 10 minuten voor de rust gaan we dat wel wat vaker doen. Ja, en dan word je ook wat gevaarlijker. En dat moeten we ook zelf in het veld wat meer gaan lezen nog, denk ik. Ja, want dan komt uiteindelijk, die komt weliswaar uit de corner, maar die avond die er dan verwacht, daar komt het dan eigenlijk uit voort. Maar ik wil nog even een stapje daarvoor. Daarvoor dat huis ook maar zo op 1-0 voorsprong kunnen komen. Ja, ik denk dat we de eerste helft niks hebben weggegeven op 2 counters na. En dat is iets wat je weet. Tegen een ploeg die zo ver inzakt, dat ze echt op de counter gaan spelen. En dan zie je dus hoe belangrijk het ook is dat je die tweede bal wint na een corner. Want het was uit een corner volgens mij. De tweede bal win je niet te spelen naar de zijkant. Vervolgens is er geen druk op de bal, waardoor ze de bal vooruit kunnen spelen. Ja, en die wordt gemist voor mij door Gregory. Waarna Jamie het fantastisch doet. Ja, wat ze appelleerden bij Huizen nog, het is een hensbal, maar had ik niet gezien, jij wel? Nou, de beelden was heel duidelijk zien dat hij gewoon op zijn heup was, dus. Ja, en daarna lijkt het eigenlijk een beetje in te storten, hè? Wat gebeurt er vanaf dat moment eigenlijk? Ja, nou ja, je staat 2-0 voor en het is dan misschien wel belangrijker voor ons om dan toch nog scherper te blijven en echt op zoek te gaan naar die derde, naar die vierde, maar ook in ieder geval te voorkomen dat zij scoren. Ja, het is natuurlijk ook gewoon, het lijkt heel makkelijk wanneer we zoveel de bal hebben, maar wanneer een ploeg zo laag staat, compact en in de counter toch best wel alert is, ja, moet je gewoon altijd scherp blijven en is iets aan ons om wat aan te doen. Ja, dan is het wel lekker dat je, het is niet lekker dat hij 2-1 valt, maar dan is het wel lekker, kan ik me voorstellen, dat je hem toch nog over streep trekt. Ja, super lekker. Weet je, het gaat om die punten. We hebben gewonnen en dat is het allerbelangrijkste, dus ja, nogmaals tevreden. Ja, dan jou persoonlijk, want je bent hier natuurlijk wat laat ingestroomd. We spraken met elkaar begin dit seizoen. Klopt. Hoe heb je het hier nu naar je zin bij IJsselmeer? Hoe gaat het je af? Ja, eigenlijk heel goed. Ik ben lekker binnengekomen. Ietsjes later, maar ik was al gewoon super fit. Ik heb een mooie voorseizoen gedraaid met het VVCS-team. Yes. Ja. Dus in die zin geen problemen. Goaltje gemaakt. En dan in die bekerwedstrijd ineens een spierblessure. Ja, dat is gewoon even rottig. Hoort helaas een beetje bij de sport. Ik kon het niet helemaal verklaren. Maar ik ben vooral blij en dankbaar dat ik er nu weer bij ben. En scoren is altijd leuk. Dus ik ben hartstikke tevreden. Ja, en ook nog een basisplek vandaag. Omdat Gerwin natuurlijk een beetje aan het kwakkelen was deze week. Dat is dan ook wel lekker om er wel weer een beetje in te komen. Ja, nou ja, de trainer bepaalt. Weet je, het is aan mij gewoon om te zorgen dat ik hard train. Dat ik er klaar voor ben wanneer hij mij opstelt. En ik ben natuurlijk hartstikke blij. Ik bedoel, iedere speler wil voetballen. Dus ik ben blij dat ik vandaag weer in de baas stond. Lekker 75 minuten, denk ik. Goaltje, 3 punten. Lekker wat eten zo. Komt wel goed. Ja, en Jim Beers een drankje geven. Die krijgt een drankje van me. Dat komt helemaal goed. Ja, en dan bovendien scoort Jesse Schuurman de 1-0. Dat was weer even een tijdje geleden, volgens mij. Ja, ik was een officieel doelpunt wel. Ik heb natuurlijk tegen Tech gescoord. Ja. Geen idee waarom die werd afgekeurd. Dus dat zat niet mee. En een keer laatst buiten spel. Maar ja, dan kom je toch steeds dichterbij. En vorig jaar begon ik ook pas in november. En nu is het weer november. Dus hopen dat het nu weer gaat lopen. Tot precies. De Jesse Schuurman tijd breekt wat dat betreft weer aan. Het is wat kou in de lucht en nu komt het, hoor ik eigenlijk zeggen. Ja, nou, ik ben niet zo heel erg van het koude weer hoor. Ik heb maar lekker de zon. Maar ja, vorig jaar begon ik ook in november. Uiteindelijk dat scoren. Weet je, het is mooi dat je scoort. Dat je de 1-0 maakt vlak voor rust. Ja, als anderen die ballen binnen schieten en worden eind van het jaar kampioen. Ja. Maakt mij in principe niet zo uit, maar het is altijd leuk als je scoort.
Ja, ik kan me wel voorstellen, want ik haalde de trainer net voor. Sinds 2019 heeft IJsselmeervos niet gewonnen in november. Dat is vorige week voor het eerst weer wel gebeurd, sinds 2019, vandaag wederom. Het zegt, nou, niet zozeer om op de statistieken te gaan, maar het zegt ook wel dat IJsselmeervos nu, nadat je altijd de fase nodig hebt om een beetje op gang te komen, dat het nu ook, als het allemaal een beetje staat, ook gewoon blijft lopen. Ondanks de laatste 30 minuten, zeg maar, met de algemene zin. Ja, ik hoorde vorig jaar ook voor het eerst dat november niet zo'n goede maand is. Ja, gelukkig dat we dit jaar dat tot nu toe hebben omgedraaid. Er zijn nog een paar potjes in deze maand, maar ja, je moet gewoon zorgen om boven de meet te draaien. Moet je gewoon, cliché, moet je elke wedstrijd winnen. Ja, precies. En er horen dit soort potten ook bij. En ik moet zeggen, concurrentie doet het ook allemaal wel vrij goed. Als je kijkt ten opzichte van vorig jaar, pakken we veel punten. Er is één ploeg die het net even beter doet en de rest blijft ook goed bij. Het is dan onze zaak om gewoon onze eigen wedstrijd te blijven winnen. En dan je speelt onderling nog een paar keer tegen elkaar. Dus je kan op het moment kan je alleen winnen en dan zie je in die onderlinge wedstrijden wel. Ja, precies. Nu de druk erop houden en dan eind van de eerste periode, zeg maar, van het eerste seizoen zelf. Dan spelen we natuurlijk tegen Dover, dan toeslaan wat dat betreft. Ja, en ja, precies. Je moet gewoon je eigen wedstrijden blijven winnen. En ik heb het vertrouwen dat we dat, we hebben gewoon een goede ploeg. En dat het elke keer wel wat beter moet gaan lopen, dat er ontwikkeling in zit. Dan zien we uiteindelijk waar het staat. En dan, ik denk als wij gewoon ons eigen spel kunnen blijven spelen, hebben wij kwaliteit genoeg om veel wedstrijden te kunnen winnen. Precies, 2-1 opschrijven, niet meer aan het laatste half uur denken en lekker denken aan de 3 punten in het weekend in, zou ik zeggen. Ja, je kan ook zeggen, lekker aan de eerste 60 minuten denken, positief denken. Dan kom je toch op voorsprong voor rust, lijkt me een lekker moment. Maar ook na rust met die 2-0 denk je eigenlijk, nou, Huizen moet wat meer komen, kat in het bakje, laten we dat gaan doen. Maar vervolgens lijkt het tot 20 minuten voor het eind, vanaf 20 minuten voor het eind eigenlijk dat het lang leven de lol is bijna. Nou ja, lang leven de lol wil ik niet zeggen, maar in plaats van dat wij gaan bepalen wanneer we teruggeven, waren we nu aan het wachten tot zij een verkeerde paas gingen geven. Ja, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Uit niet, maar zeker ook thuis niet. En thuis moeten we gewoon druk op die bal blijven geven. Want je ziet ook dat je geen druk op de bal geeft, kunnen zij die ballen erin pompen en wordt het gevaarlijk. En als wij maar achteruit blijven lopen en blijven voetballen, dan wordt het hem niet. Maar als je kijkt hoeveel keer we de tweede helft door zijn gekomen over de zijkanten, dan moet die bal veel beter zijn. En dan wordt het al 3-4-0 en dan is het klaar natuurlijk. Ja, precies, want als ik kijk naar het spelbeeld, inderdaad, bij tijd en wijle heel goed druk op de bal. Ik kan me ook voorstellen dat je het eens was met de man of the match van vanmiddag, Jesse Schuurman. Ja, ik denk dat hij sowieso heel goed bezig is de laatste tijd. En dat hij de ploeg vandaag ook wel redelijk op sleeptouw opgenomen als aanvoerder zijn. Dus dat is mooi om te zien. Ja, en dan op naar volgende week Roda Raalte. Dat zal denk ik een wedstrijd met hetzelfde concept zijn. Zij zullen zich ook gaan inzakken. Wat ga je de komende trainingsweken nemen om het spel van vanmiddag te verbeteren? Nou ja, ik heb in de rust ook al aangegeven. Kijk, op het moment dat een tegenstander zo ver inzakt, dan moet je even goed diepte zonder bal hebben. Ook al zijn die ruimtes klein, maar op het moment dat wij diep lopen, dan moeten zij reageren. En zeker als je dat op het juiste moment doet, op het moment dat onze buitenspeler bijvoorbeeld de bal krijgt die wat uitgezakt staat, en hij draait open, dat is het moment dat je diep gaat lopen. Hè? Dus dan, als je dat doet, dan moeten zij gaan reageren. Dan komt er net wat meer ruimte, ook misschien voor een Beers of voor een Thomas die onder de spits staat. Waardoor we die aan kunnen spelen en dat we recht voor de goal de bal en dan, dat je dan een keer een goal gaat schieten. Maar we moeten sowieso meer op goal schieten. We staan op de 16, 17 meter en dan gaan we nog weer breien. Ja, ik vind dat we wel daarin wat vaker de trekken mogen overhalen. Ja, om positief af te sluiten, we hebben sinds 2019 in november niet meer gewonnen. Vorige week hebben we daar de eerste keer een kentering in gebracht. Nu 2 overwinningen op rij wat dat betreft in november. Nou ja, dat is dan weer lekkere bonus. Zeker met waar we als club vandaan komen. Ja, ik heb niet zo heel veel met dat soort statistieken. Ik was er toen niet. Heel veel spelers waren er toen niet. Maar het is wel lekker dat je nu gewoon weer 3 achter elkaar al wint. Hè, na Eemdijk, zeg maar. Dus we willen gewoon weer een serie neer gaan zetten met zoveel mogelijk wedstrijden achter elkaar winnen. En ik moet ook zeggen, kijk, ik was net wel een beetje geïrriteerd in de kleedkamer over de laatste 20 minuten. Maar ik denk wel dat we 70 minuten hebben het redelijk gedaan. En dan is het wel heel zuur dat je zo afsluit. Want dit is toch wat de mensen zich herinneren die laatste 20 minuten. En wat je als groep eigenlijk ook meeneemt. Maar aan de andere kant, met de wedstrijden die hier gaan komen, is het ook wel een hele goede les voor ons. Want ik denk dat en Roda Raalte en HBC niet veel anders zullen doen als wat Huizen vandaag hebben gedaan. Dus we kunnen hier wel lering uit trekken. Heb je nog wat oude bekenden gezien met je verleden van Huizen vanmiddag?
Ja, was wel leuk. Er was nog één supporter die had nog een oud wedstrijdshirtje van me, dat we kampioen werden. Mooi, dankjewel. Goed weekend. Yes, dankjewel.